Op een doordeweekse dag is het zo rustig in de Haarlemmerstraat dat zelfs de vogels er een plekje vinden. Maar afgelopen zaterdag moest de straat afgesloten worden wegens te grote drukte. Ineens was het dranghekken voor en achter en ze waren in de stegen ook bezig. Dus ja, het was wel even kritiek in de zin van wat gaan we nu doen? Hè? Maar ik snap het wel. Het was zeker schrikken. Eindelijk hadden ze omzet. Eindelijk waren er weer klanten in de winkel. En toen vond de burgemeester dat het te druk werd. Wat mij zaterdag heel opviel is dat het in de winkel goed geregeld was. Dus in de winkels. Dus de ondernemers zelf hadden echt gewoon goed werk gedaan. Die anderhalve meter samenleving in de winkel tot stand gebracht. Alleen op straat was het inderdaad te druk. Afgelopen dagen is daarom nagedacht over een aantal maatregelen om herhaling te voorkomen. We gaan standaard belettering op straten aanbrengen. We gaan mensen attenderen dat ze rechts moeten lopen, dat ze alleen moeten komen als het niet druk is. En bepaalde zaterdagen waar we verwachten dat er meer mensen op straat komen, dan overleggen we elke week met de gemeente of we wat extra's kunnen doen. Zo wordt per zaterdag bekeken of in de drukste straat, de Donkersteeg, eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd. Het winkelend publiek zou dan via deze brug een klein rondje kunnen lopen. Ook zouden winkeliers hun openingstijden wat kunnen verruimen. Wat je wel ziet is dat in vergelijking met een paar weken geleden er veel meer winkels veel langer open zijn. Dus het is weer gewoon goed en het is weer gewoon mogelijk om ook door de week naar de stad te komen. Het is echt moeilijk. Ik heb er niet de juiste oplossing. De enige oplossing die er is dat de mensen gezond verstand moeten gebruiken. En daarmee denk ik dat we het kunnen redden.